Onze reis naar New York is begonnen! We zijn echt super, super blij. Sorry als het een beetje lawaaiig is, maar mijn Renault is nou niet helemaal heel erg stil. We zijn nu op weg naar Mookhoek. Dat ligt ergens bij Dordrecht. Hoeksewaard. En we gaan eten bij Martine's ouders. En Noah even brengen, want die gaat bij haar opa en oma logeren. En dan gaan we vanavond naar het hotel. Hotel Schiphol van de Valk. En daar overnachten we. En morgen begint dan de reis. En we dachten, ja, we filmen dit ook alvast een paar korte stukjes wel van vandaag. Dan de, en hoe eerder de pret begint, hoe beter. Want morgen is een beetje een wat saaiere dag. Omdat we dan toch voornamelijk in het vliegtuig zitten. Ja. En ik heb een dode hoek. Vandaar dat iedereen als idioot op mijn schouder gaat kijken. En we vliegen morgen om 10:30. En dan komen we 1 uur New York time aan. En dan is ongeveer 7 uur bij jullie s'avonds. Nou, kijk eens het mooie. Hoe noem je deze provincie ook alweer? Daar komt straks dat grappige gebouwtje met die boot uit de schoorsteen. Oh ja, dat is ook zo, ja. Ik wilde vertellen, dit is het mooie platteland van... Ja. Hoe heet deze provincie ook alweer? Zijn we niet nou in Flevoland? Flevoland. Ja. Flevoland en daar zie je straks alle windmolens en zo. Ja. Kijk jongens, hele mooie tulpenvelden. Zo mooi hier. Dit is nog een mooie, maar daarnet zag ik heel veel mooie roze. Nou, en Noah ligt lekker te slapen. En daarachterin zie je onze koffers. Ah, die zwart is van mij en die groen is van Martine. En MC is lekker aan het rijden. Ja, je moet goed opletten, want het is druk. Oh ja, mijn knipperlicht deed het gisteren nog wel. Maar nu opeens niet meer. Oh, we hebben file. Nee, de brug staat open. Oh, kijk, jongens, we kunnen ook naar Walibi. Ja. Hoi, ik zie er misschien een beetje verfromfrijd uit na een lange reis. Maar het is nu ondertussen 6:00 en we waren om 4:30 bij mijn ouders. En ik ga jullie heel even mijn kamer laten zien. Echt hilarisch. Dit is de trap. En vroeger deden we hier aan bankracen. Dus dan haalde ik een stuk bank van de, een onderdeel van de bank af, om het zo maar te zeggen. En dan roest ik zo roep naar beneden. En dan knalde ik vervolgens daar tegen de deur aan. Hartstikke leuk. En dit is dus mijn kamer. Vroeger was ik helemaal gek op Chinees. Nu zit hem zeg maar open. Dan heb je zo'n rode deur. Ik hield heel erg veel van rood. En nu is het trouwens echt helemaal veranderd hoor. Het is niet helemaal meer mijn kamer. Want ik had vroeger dit bed helemaal niet. En het kastje ook niet. En ook niet een App King Pro. Die mijn moeder bij de telcel ooit besteld heeft. Maar deze gordijnen had ik al wel. Om het extra donker te maken. En Chinese tekens. En ik sliep, heel knus in dit oude bedsteedje. Een paar van die knuffels die je trouwens ziet zijn wel allemaal van mij. Ik hield echt van, ik was een moedertijger met kleine tijgertjes. En er staat er nog een of andere verrotte Furby achterin. Doet het niet meer. Maar kijk, het was heel knus. Het lijkt heel klein. En ik had hier dus nog een gordijntje. Kon ik ook zo dicht doen. Tadaa, dan lag je heel knus in zo'n bedje. En elke keer als ik dat dan zie, dan denk ik van, oh ja, lekker knus inderdaad. En... Hey, daar zijn we weer. We zijn op weg van Martine's huis in Mookhoek naar Amsterdam, Schiphol, naar het A4 hotel van de Valk. En jemig jongens, ik zit echt vol. Martine's moeder is echt zo'n lief mens. Ik heb kinderkartjes, of nee, wat heb ik gekregen? Mars en Milky Way en chips. Ik krijg voorgeschoten en al als toetje heeft ze opeens nog eens een keer pannenkoeken met ijs. Dus laten we zeggen dat ik mijn calorieën voor vandaag alweer heb gehad. We hebben het hotel gewoon gevonden zonder TomTom. Op een kleine instructie van Martine's vader en mijn gevoel en Martine's gevoel. En doen we even. Je moet hier naar... LZV? Rechts. Ja. Ja, jongens, we gaan even opletten. Moment. Yeah, we zijn er. Nou, hups. Ja, net op voorband. Ik kan niet bij het kaartje. Je moet even achteruit, team. Achteruit. Joehoe. Let op, voorkant trailer. Ja. Kijk, die man lacht van mij, kom. God, wat kan ik er nog doen? Oh, wacht even. Lak, kom op met die koffers. Oké, dat is één, kom maar. Twee. Dit is mijn groene lijmkoffer van mijn zus. Hoe zwaar is die van jou? Oh ja. Het is ongeveer net zo zwaar als die van mij. Oh ja, dat is ook even zwaar. Ja. Jongens, we hebben best licht gekregen. Oh jongens, nog mijn handbagagetas. Kijk jongens, zo'n Renault is spug lelijk, maar je hebt wel het werkt wel. Nou jongens, we gaan hier naar binnen. En we zien jullie zo. Oh.
vakantie, maar we gaan even ons gezicht zeg maar schoonmaken. Nog een klein beetje werken. Deze vlog onder andere alvast even monteren. Nog even wat voor ons werk even doen. Even een cosmopolitantje leren. En dan gaan we echt naar bed, want het is morgen weer vroeg dag. We gaan 6 uur opstaan. En dan half 7 denk ik... half 7, kwart voor 7 uiterlijk aan het ontbijt zitten. Ja, zeker. Echt uiterlijk, hè? Ja, maar ik geef jou even wat opstart. Ja, maar in België lukt het wel. Ja, is goed. Heel goed. Zo'n kwart over 6, half 7 ontbijten, een uur of 7. Ja. Kunnen we lekker rustig aan ontbijten, nog even weer terug tanden poetsen, koffer even dingetjes inpakken en dan gaan we naar Schiphol. Dus jullie zien ons morgen weer terug op Schiphol en in het vliegtuig. Doei! Nog eventjes aan het werk. Ik ben nu aan het kijken naar YouTube. En Martine gaat net naar haar lieve Jurik een spraakbericht doen. En Tien, we hebben dezelfde pyjama, hè? Ja, we hebben dezelfde. Wat staat er op je tetten? Iets met ice cream of zo. Laat eens even zien. Ik kan allemaal op en ik kan ze gewoon loslaten. Oh, Jurik, hoort het. Ik hoor het allemaal. Ik kan zoiets niet wissen, toch? Jor, trek je maar niks van ons aan. Het is de vermoeidheid. Oh, misschien kan ik hem wel wissen of niet. Kan je spraakbericht wissen? Ja. Oeh, gelukkig. Hij is geweest. Ja, dat ging ook nergens over. Over tetten en ice cream. En Jorik heeft het al zo op tetten. Ja, kijk, jouw tetten, dat kun je beter op zien. Wat staat er? Bij mij lijkt mijn t-shirt is net plat, jongens. Ice cream. Dus ik schreeuw ijs. Dan Miami. En dan Miami, bitches. Kijk, mij staat er net ice cream dan Miami. Wat zei die collega ook alweer? Whatever, bitches. Oh, nee. Oh, ja. Shit. Dat zei bitches. Je. Nee. Nee. Yeah, bitches. Oké, bitches. Hilarisch. Nou, jongens. Nu weer tot ziens. Ja. Yeah. Oh ja, ja. Is er niet veel te doen? Ik denk het wel, maar jongens. Goedemorgen, het is 5 uur. Ik denk niet dat jullie ons kunnen zien, maar... Nee, maar dat is wel grappig misschien. Ik ben het even bij Willemijn in bed gekomen, want op een gegeven moment hoorde ik haar woelen. En toen dacht ik, zou ze nou slapen? En ik dacht hetzelfde. Op een gegeven moment hoorde ik een zuchtje. En ik, volgens mij hoorde jij mij wel een beetje gaap. Zo en op een gegeven moment zag ik jou echt zo van, als ze naar boven staren, dacht ik, nee, toen ik zo, ben je wakker? Ja, al lang. Ik ook. Dus we zitten nou met te denken zin, om te gaan ontbijten. Ja, ik ben ook een beetje zenuwachtig. Ja, het is gewoon, het zijn ik wel heb echt vreselijk geslapen. Echt klote, man. Maar maakt niet uit, want dan kan ik hopelijk in het vliegtuig ook even slapen. Dat heb ik niet, maar ik heb denk ik gewoon genoeg geslapen. We waren ook om 10 uur lagen al eigenlijk op bed. Dus ja, ja dat ik heb is ook 7 zo. Uur geslapen nu. Dus dat is het best voor mij nu vrij veel, want ik slaap sowieso maar 5 uur meestal. Maar ik kon moeilijk wakker worden. Moeilijk wakker worden? Moeilijk in slaap komen, bedoel ik. Wakker worden was geen probleem. Ja, dat heb ik de laatste tijd sowieso wel moeilijk. Maar goed, jongens, wat we nu maar gaan doen is gewoon met je rustig aan. Ja, aankleden. Dat was door je gemakkie. Ja, we hebben toch tijd gehad. Dat is wel lekker. Vanaf 5 uur kon je ontbijten, dus we kunnen wel gewoon heel relaxed gaan ontbijten. Ja, dat gaan we gewoon lekker doen, Tien. Ja. Zal ik even mijn make-upje op aankleden? Nou, dan kunnen we nu eens lekker veel ontbijten. Tijd voor een make-upje. Nou, jongens, houden jullie op de hoogte. Vandaag is de dag onze droom gaat uitkomen. Jullie zien waarschijnlijk alleen maar zwart. Denk ik. Doei. Doei. Oh god. We staan te make-uppen in de badkamer hier. Heel lekker met z'n tweetjes. Dit is waar wij het langst over zullen doen, jongens. Dit is... Dat zien we misschien elke vlog een keer voorbij. Lekker make-uppen. Met z'n tweetjes. Hè, Tien? Ja, heerlijk. En we zitten net te zeggen van... Engelse woorden leren. Want stand office, wat betekent dat ook weer? Dat ben ik lekker oplakkig zo van... Nou, dat woord ken ik uit mijn make-up wel. Oh ja, joh. Ja, moet je kijken. Stand office. Ja, dat zit in mijn palet. En dan zullen mensen horen echt van... Oh mijn god. Goedemorgen. We zullen niet zo hard praten, want... De gangen zijn hier, ik denk dat mensen nog slapen, maar wij zijn stipt 6 uur, een uur later nadat we wakker werden, komen wij het hotelkamer uitlopen. En ik heb mijn bril op, want ik heb geen zin om mijn lens in het vliegtuig in te doen. Ik vind het eigenlijk een gedoe. Ah ja, en je bent sexy met een bril. Ja, heel sexy. En de bril op. Even kijken, oh, de hotelreceptie. Ja. Dit zullen jullie nog wel veel vaker gaan zien. Je moet haar jasje even kijken, hoe leuk. Ik zei nog tegen hem, ik moet echt... ook iets babyblauwsachtig hebben. Ik vind het echt zo'n leuk jasje. Ja, ik ben er heel blij mee. Van de Zara, hè? Ja, van de Zara. Oh, dat komt de uur. 49,95. Oh, best schappelijk, want ik had eerst een heel mooi
rood jasje. Dat is 80 euro. Dan dacht ik, ja nee, dat vind ik een beetje te gek, want dan moet ook nog meer klimmen. Een rood jasje? Ja, een beetje maar rood is koraalrood. Rood is rood. Ja, maar ook koraalrood. Ja, oké. Okay. Maar blauw is hip. Ik zag laatst een jurkje van de familie en ik kan er niks aan doen. Dat was gelijk weer de duurste. Oh, wil je nog eten? Oh, lekker. Ah, lekker. Dat heb ik hier allemaal. Oh, patat. Oh ja. Je zou er bijna een oude aardappel prikken. Nou, over en uit. God, het is ook altijd wat met ons. We waren net alweer verdwaald. Oh, sorry. En ik zeg nog tegen Tim, ik heb honger als een paard. Ja, en dat we zo vroeg wakker waren was niet handig op zo'n dag als vandaag. Dat je nog 6 uur lang op moet blijven. Nou, ontbijten. Hi! Hi! Nou, we zijn eigenlijk klaar voor vertrek. Misschien nog even leuk een outfit of the day, Tim. Wat heb je aan? Oh, jongens, ja. Ik heb een shirtje aan van de villa. Daar vroegen jullie om de vorige keer ook al mintgroen. Hij lijkt hier wit, maar hij is mintgroen. Maar hij is met een ketting van Lovis en mijn Aztec-jasje van Sting. Een levenspijkerbroek en mijn Vans. En die gaan we binnenkort meteen nieuwe sneakers halen. En jij? En ik heb een sjaal van de Primark. Een wit t-shirt van Vanilla. Een blauw jasje van Zara, die jullie net al zagen. En jeans van de Zara. En mijn panterschoenen van... Welk merk is het ook alweer? Iedereen vroeg laatst ook alweer waar ze vandaan kwamen. Ze komen in ieder geval via maaike.com. M-A-Y-K-E.com. Maaike. Dus nou, dit is mijn koffer en mijn handbagagetas. En ik heb ook begrepen dat je dus nog je eigen handtas erbij mag dragen. Dus die heb ik. En dat is Martine's koffer. Ja, mijn haar handtas. Die ik ooit kocht van omdat ik er geslaagd was voor de HBO. Ja, voor het HBO. Ja. Nou jongens, we gaan. Ik zal even mijn spullen pakken. Even zien. Ik geloof dat dit al best wel weer een lange vlog wordt, jongens. Jullie 25 minuten, hoe langer, hoe beter. Dacht ik, nou, oké. Okay, inderdaad. Nou, ja. Ons bed is niet opgemaakt, maar we hebben haast. Doei! In de shuttle naar Schiphol. Jee! Hey, we zijn bij de gate. We gaan boarden op E18 met Delta Airlines. We vertrekken om 10:35. En ik zit een beetje te lachen om Willemijn's paspoort van. Kijk hoe boos ze hier. Kijk, wacht even, kijk. Alsof ze echt iemand gaat vermoorden of zo. Ze hebben gewoon. That's me. En sommige mensen gaan nu al in de. Nee, sommige mensen gaan nu al in de rij staan. Ja, maar we erbij blijven lekker zitten. Ja, het is niet zo heel handig, want je zit toch nog heel lang in het vliegtuig. Dus ja. Hoe iedereen in het vliegtuig? Nee. We worden inmiddels een beetje moe, want we zijn toch al wel weer 4 uur bijna wakker. En ja, het is op zich alleen maar goed. Medig. Want eigenlijk zouden we moeten slapen in het vliegtuig. Omdat als we daar aankomen, moeten we nog een hele dag. En we zoeken naar kussentjes en kussentjes. Maar als het echt kan. En eigenlijk beseffen, want als je een kussentje neemt, het zit hier, dan heb je alsnog een knikken in. Ik zit je nog zo. Ja, vaak eigenlijk helemaal. Volgens mij is slapen in een vliegtuig gewoon. Hè, dat is nooit comfortabel. Laat het daar maar op. Dus jongens, tot over en uit. Tot straks. Willemijn is even aan het bewerken, Willemijn. Ja, de vlog van gisteren. En ik kwam tot de conclusie dat we al 19 minuten hebben. Alleen al vanaf gistermiddag tot en met nu. Dus er moet echt wat uit. Ja, jongens, we praten te veel. Ja, en dan zit ze elke keer als er in zo'n vrouwtje werkt met... please, boarding to gate. Moet alles weer uitzetten. Ja, dat is echt... Oké. Okay. Oh, stress. Ja, we hebben maar besloten om een extra vlog te maken, want we zijn aan het werken. En we komen erachter dat we echt al heel veel minuten hebben. Dus dit is de extra vlog van de voorpret. Die komt een dagje eerder. Dus de vlog begint op zaterdag, morgen voor jullie dus. Maar vandaag is het al een extra vlog van, zeg maar, alles voor de vlucht. Kijk, en wij snappen het allemaal, maar het is een hele rare planning. Want we nu allemaal zeggen dat we gisteren en morgen en vandaag en weet ik van wat. Dus we gaan nu afsluiten. Het is nu zeg maar donderdagochtend. En het gaat tot donderdagochtend. En morgen komt de vlog online vanaf de vlucht op donderdagochtend. Niet te veel praten, mijn arm wordt lam. Jongens, schrik op. Tot morgen. Tot morgen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Doei.